Kijkers van Harme Frodo, als je vergeet hoe Timothy Chalamet speelde in Homeland als Finn Wolden of in Interstellar als Tom, dan kan je op geen andere conclusie uitkomen dan dat die gast een supergoeie acteur is. We zagen hem in Dune, maar we zagen hem recent ook in Wonka. En dit is mijn review van de film Wonka. Hello. From a bird's eye view. This is a fight for our very existence. Wonka is een van de voorbeelden van films waar ik zelf niet heb gekozen om te gaan, maar iemand anders mij heeft gevraagd om hier naar mee te gaan. En dat vond ik veel te leuk, want het was misschien niet een film die ik zomaar zelf zou uitkiezen, maar een geweldige cast met een Olivia Colman, een Mr. Bean. Ik heb daar gewoon heel erg van genoten. Mijn Engels literatuurdocent op de middelbare school die kon altijd zeggen: een goed verhaal dat begint met een outsider die komt op de locatie waar de film zich afspeelt of het boek zich afspeelt. Nou, zo begint Wonka ook. I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. En de film die pakt je echt voor een goede 2 uur helemaal. De manier van vertellen, dat houdt je constant bezig. Je wordt telkens in de actie meegenomen. Dus dat zie je ook in dit soort scènes. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it. Olivia Colman speelt natuurlijk weer de sterren van de hemel. Ik ken haar zelf als Queen Elizabeth in The Crown. Maar ook door haar recente rol in Secret Invasion. Maar ze is gewoon een geweldige actrice. Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity. Kayla Lane speelt Noodle. En dit was de allereerste film waarin ik haar zag, maar ook zij speelt de sterren van de hemel. En doet het ontzettend goed voor iemand die 6 jaar jonger is dan ik. Dan denk ik van, wow, wat is dat knap. What are you doing? I'm making chocolate, of course. En dan gaat de film over het crushen van de mensen die komen om chocolade te verkopen. Maar natuurlijk is de echte boodschap daaronder dat eigenlijk alle hoop die binnenkomt in dit stadje altijd meteen gecrushed wordt. De outsiders zijn niet welkom en de nieuwe hoop is ook niet welkom. Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed. De sabotage van dromen is een terugkerend thema in deze film. No daydreaming. En zoals een goede literaire film zit er een Rise and Fall van Willy Wonka in. Wat eigenlijk weer eindigt met een soort rise. Hoe je het eerst opneemt tegen het chocoladekartel. Daarvan lijkt te verliezen, maar er later toch misschien van wint. Nothing to see here. Just a small group of people defying the laws of gravity. En in een emotionele keuze moet hij kiezen tussen het veranderen van het leven van zijn vrienden. Of het najagen van zijn eigen dromen. En ook dat vond ik een sterk thema in de film. You could change her life, Mr. Wonka. Change all their lives. En als we toch thema's blijven gooien in deze film, dan is ook nog een thema dat ieder goeds in deze wereld, alle goede dingen beginnen met een droom. Every good thing in this world started with a dream. En ik heb ook erg gelachen om de rol van Hugh Grant als de Oompa Loompa in deze film. I will have you know that I am a perfectly respectable size for an Oompa Loompa. Ik merkte dat ik wel heel erg moest wennen aan dat dit een musical film is. Dat had ik van tevoren eigenlijk niet verwacht. Ik kon het ook niet helemaal afleiden uit de trailer. En toen dacht ik wel een beetje van oké, waarom zingen ze de hele tijd? Dat haalt het verhaal soms een beetje onderuit. Ik vond het niet storend, maar ik vond het ook niet heel veel toevoegen aan het verhaal, zeg maar. I started dancing now. Once we've started, we can't stop. Maar ik ben trots op deze geweldige cast. Trots op wat ze hebben neergezet. Het is een goed verhaal. Het is ook wel iets wat je in feel-good films al meer hebt teruggezien. Waarom ik hem ook niet het allerhoogst zet in de ranking. Maar het was zeker 2 uur well spent. En aangezien er straks een top 10 volgt van de laatste 10 films die ik heb gezien in de bioscoop, gaat de film die ik het langst geleden heb gezien uit de top 10. Dat is Expendables 4 uit de 12e aflevering. En dan komt Wonka nu in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds, net als in de film. Oké, nou, bedankt. Op 9 staat Five Nights at Freddy's. What do they want? They want to make her like them. Op 8 staat Killers of the Flower Moon. Money flows freely here now. I do love that money, sir. Op 7 staat Napoleon. As the course of my life just changed. Napoleon. Op 6 staat de film van vorige week, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. What does my mentor do besides bring me roses? Op 5 staat de film van deze week, Wonka. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it. Op 4 staat The Killer. This is what it takes.
Op 3 staat The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Who do we know in Berwick-upon-Tweed? We don't. Op 2 staat The Marvels. Captain Marvel, the Annihilator. En op 1 staat nog steeds The Creator. Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. En aangezien ik jullie ook wil meegeven wat de top 10 beste films die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gekeken is, komt dat nu. Op 10 staat de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. There will be no more wars after this invention of yours. Op 9 staat Die Hard. You can walk out of here or be carried out, but have no illusions, we are in charge. Op 8 staat Love Guaranteed. I've been on 986 dates and not one of them has provided me love. Op 7 staat Retribution met Liam Neeson. Ik zag die film afgelopen week en ik wou hem eigenlijk al zien in de bioscoop. Maar ik heb hem toch maar op Pathé thuis gehuurd. En het was gewoon een leuke film. Het is wat je ervan verwacht, maar ook niet meer dan dat. There's a man who has put a bomb in the car. Op 6 staat Dunkirk, wat mij betreft Christopher Nolan's minst goede film. Hij vertelt het verhaal vrij realistisch, maar het greep me gewoon niet. En doordat hij zich niet richt op karakters, had ik weinig met deze film. I'm not going back. There's no hiding from this son. Op 5 staat The Firm uit 1993. We might be misreading McDear. Op 4 staat Rebel Moon Part 1 A Child of Fire. What do you think they want? Op 3 staat Zack Snyder's Justice League. Ik zag deze 4 uur lang durende film samen met mensen van mijn studentenvereniging. En ik heb er ongelooflijk van genoten. Ik wou Zack Snyder's Justice League altijd al een keer zien. En nu kreeg ik eindelijk die kans. En het was echt zeer de moeite waard. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us united. Op 2 staat The Dark Knight Rises. When Gotham is ashes, you have my permission to die. En op 1 staat Tenet. Ik zag Tenet samen met een jongen van mijn studentenvereniging. Ik vond Tenet echt geweldig. Ik hoorde altijd van, yo, dit is Christopher Nolan's minder goede film. Maar ik vond hem echt op een level van Interstellar, op een level van The Dark Knight. Het was echt zo tof om te zien. En ik heb heel oplettend gekeken, dus ik begreep ook nog best wel wat van de verhaallijn. Daar heb ik heel erg van genoten, dus zeker een aanrader. We all believe we've run into the burning building. But until we feel that heat, we can never know. En dan wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week vrijdag om 4 uur ben ik er weer met de seizoensfinale van het tweede seizoen van Cinemakkers. En we gaan het niet hebben over 1 film, maar over 2 films. We gaan het hebben over de Disney film Wish. En we gaan het hebben over de Japanse film Godzilla Minus One. Dus wees daarbij, kijk dat. En dan zie ik jullie hopelijk dan. Tot ziens. Tot later.